simple motherfucker. Don't need the reefer, the comedy. Oké, iemand is al heel lang aan het boren. Ik kan er niks aan doen. Ik hoop dat jullie me horen. En het rijmt. Oké, goed. Genoeg. Wie mij volgt op Instagram weet misschien dat ik al best wel lang op Bali ben. Ik ben een soort van de hele maand januari ontvlucht. Dus ik kreeg heel veel vragen over wat ik heb meegenomen in mijn koffer. Wat er allemaal in zit. Welke merken, welke dingen, hoe ik hem heb ingepakt. Dus ik ga op Bali jullie laten zien wat ik allemaal heb meegenomen. 3 weken Bali, 7 hotels, 1 koffer die ik echt bijna niet in en uit heb hoeven te pakken. Dus ik heb het best goed gedaan. Let's go. Heel even een kleine disclaimer. Ik ga vooral eigenlijk laten zien wat ik allemaal heb meegenomen. Niet per se hoe ik hem inpak. Want ik denk dat dat ook niet echt heel boeiend is voor jullie. Hoe ik hem inpak. Gewoon dingen in de koffer leggen. Mijn grootste ontdekking is dat het gewoon te maken heeft met heel veel tasjes inpakken. Dus dingen in bepaalde tassen doen. Zodat je super snel kleding in en uit je koffer kan halen. Daardoor heb ik in die 7 hotels heb ik nooit het idee gehad van, oh, ik heb helemaal geen zin om weer uit te moeten pakken of in te moeten pakken. Want alles kon soort van heel makkelijk erin blijven. Goed, we beginnen. Allereerst topjes. Ik heb, zoals je net kon zien, best wel veel tops meegenomen. Ik heb bijna alles aangehad. Niet alles. Ik vind tops wel heel fijn, omdat je broeken vallen gewoon minder snel op als je die vaker draagt. Maar bij een top ga je dat natuurlijk wel zien. Dus ik heb heel veel tops meegenomen die ik dan makkelijk kon afwisselen met broekjes. En bij broeken heb ik weer een heel ander verhaal. Maar laten we kijken naar de tops. Oké, zo valt het eigenlijk wel mee. Dit is alles wat ik heb aangehad deze 3 weken. Dit is eentje van Wolfwear, Zoe Carson, Chanel en Babe Teeth. Acne Studios. Dit is AM Westen, Zara. En dit is, weet ik even, oh, Samsung en Samsung. Dit gedeelte heb ik eigenlijk het meeste aangehad. Dan 3 dingen die ik niet heb aangehad, dus wat zonde was om mee te nemen. Dit is een lange kanten top van Ganni, Baume & Feart Garden en The Row. Mijn vermoeden is dat de rij die ik niet heb aangehad was gewoon niet zo praktisch. Dus ik zou je ook aanraden als je 3 weken echt naar bijvoorbeeld echt een plek zoals Bali gaat. Het is hier gewoon niet zo dat je heel erg opgedoft gekleed hoeft te gaan. Dus dit soort topjes, wat toch wel wat chiquer is ofzo. Het kan wel, maar in mijn geval bleek het dus onnodig. En dit zijn de tops die ik hier heb geshopt. Daar is een shoplog van, dus die kun je daar vinden. Dit waren dus alle tops. Dus het valt zoals je ziet heel erg mee. En ik leg deze aan de, gewoon in mijn koffer aan de onderkant. En daar stapel ik allemaal dingen bovenop. Dit zijn alle tops. Dan jumpsuits en jurken. Daar had ik er ook wel wat van mee. En ik moet zeggen, dat is het allerhandigste gebleken bij 3 weken lang weg zijn. Het is makkelijk. Je hoeft er niet heel veel meer bij te mixen. Je kunt het makkelijk aan- en uittrekken. Dus idealiter zou ik de volgende keer meer van dit soort handige onesies meenemen. Dit is een beetje gekreukeld. Maar deze is van 100. Dit is een hele oude van de Weekamp. Die heb ik echt al best wel lang. Deze heb ik hier gekocht van een lokaal winkeltje. Fluwelen jurk van Zara. Deze is van Diesel. En dit is een jumpsuit van Alexander Wang. Super handig. Deze rol ik op, want die nemen iets meer ruimte in beslag. En die leg ik dan ergens zo om die shirts heen. Een jurk zie ik, die was wit, dus die was gecamoufleerd. Maar deze lange katoenen soort van overhemd jurk is van H&M. Die gaat er ook bij, heb ik heel veel aan gehad. Broeken en rokjes en onderkantjes. Ik denk daarmee de grootste soort van, niet fout, maar wel, het was niet nodig geweest. Ik had eigenlijk alleen maar dit broekje kunnen inpakken, mijn oude vertrouwde Levi's 501 afgeknipte spijkerbroek die ik echt 100 jaar aan heb. En dat was eigenlijk genoeg geweest. Het is zo warm hier dat je met broeken heb je gewoon niks aan. En rokken, ja, het kan. Maar als je jurkjes hebt is dat een stuk praktischer. Dus mijn tip is, neem vooral niet te veel broeken mee. Ik had ook een spijkerbroek mee, was totaal onnodig. Hoeft gewoon niet. Wat is het? Dit is mijn lievelingsbroek. Dit is van Wolfwear, een soort van uitlopende joggingbroek. Heb ik aangehad bij de avonden dat het wat frisser was, maar dat was bijna niet. Dit is een rokje van Anita de Groot, heb ik heel veel aangehad. Broek van Dries van Noten, heb ik aangehad. Dit is een hele oude short die ik ooit
wat is dit? Oysho. Heb ik ooit in Barcelona gekocht, echt 5 jaar geleden of zo. Heb ik ook aangehad. Deze is van G-Star, heb ik 1 keer aangehad. En dit heb ik dus allemaal niet gedragen. Dit is een kamerjas. Ik heb geen idee welk merk dit is. Hanro. Dit is mijn jeans die ik thuis altijd aan heb. Van Levi's en Episode 501. En dit is een heel oud rokje die ik ooit van Linda heb gehad, mijn vriendin. Die heb ik dus niet aangetrokken. Want voor de spijkerbroek was het veel te warm. Het rokje was niet praktisch. En dit was gewoon onnodig. Een jas, een soort van kamerjas. Done. We gaan door naar bikinis en badpakken. Iets wat jullie heel veel hebben gezien in de video's en op de foto's. Maar ik ben daar gewoon ontzettend blij mee en trots op. Het is mijn eigen Hunkemuller lijn. Dit zijn alle samples, dus dit zijn nog niet eens de echte stuks. Maar vanaf 10 februari is dit allemaal online verkrijgbaar. En vanaf 15 februari in allemaal geselecteerde winkels. Ik wilde het gewoon heel graag aan. Ik dacht, ja, ik ben bijna de hele maand in een heel warm land. Dus ik ga ze lekker meenemen. En de grootste tip wat ik dus het handigste vond, is omdat ik zoveel hotels heb gewisseld. Ik deed al mijn bikinis en badpakken en mijn kaftan in deze tas. En het enige wat ik dan in hotels hoefde te doen als ik weer opnieuw was ingecheckt, was deze tas eruit halen. En dan hoefde ik niet nog helemaal door mijn hele koffer op zoek naar losse bikinis en badpakken. Dus dit gaat zo los de koffer in. Zo. Brillen. Ik ben niet een mega brillenmens. Ik krijg altijd best wel hoofdpijn van zonnebrillen. Ik weet dat het gewoon heel slecht is voor je ogen om het niet te doen. Dus ik heb een paar brillen meegenomen. En eerlijk gezegd heb ik die bijna niet op gehad. Alleen die Ray-Ban met die spiegelglazen. En voor de rest, het zit gewoon niet in mijn systeem om dat op te doen. En ik steel ook wel eens wat brillen van Danny. Maar dit zijn dus die ik heb meegenomen. Dit is eentje van Ray-Ban. Ray-Ban Miu Miu, al heel oud. Ik denk al 6 jaar oud of zo. Ace & Tate. En dit is Jill Sander. Dit is Jill Sander. Deze doe ik allemaal in de kokers. Gewoon los in de koffer. Hoppa. Schoenen kan ik heel kort over zijn. Ik heb me heel erg ingehouden qua schoenen. Maar ik heb alsnog precies iets van 5 schoenen te veel meegenomen. Want schoenen op een eiland als Bali is gewoon... Het is gewoon overbodig. Het is niet nodig. Ik heb eigenlijk de hele vakantie, hele reis, heb ik 1 paar slippers aangehad van Puma, van Rihanna. En dat was het. En voor de rest heb ik gewoon alles overbodig mee. Tip daarvoor, ik deed ze allemaal in deze grote zwarte tas. Zodat ik telkens als ik mijn koffer uitpakte, kon ik die als eerste wegleggen. En dan hoefde ik ook niet weer alles bij elkaar te doen. Nike slippers, ooit in New York gekocht. Niet aangehad. Nike hardloopschoenen heb ik wel aangehad. Dus dit is voor het sporten was dit wel handig. Gucci loafers, totaal onpraktisch. Gucci loafers, niet praktisch. Doe ik wel zo meteen aan bij het vliegen. L'Enfant Terrible hakken was echt helemaal niet nodig geweest. Ook met uitgaan is iedereen hier super casual. En deze jongens heb ik dus de hele tijd ingehad. In dit losse tasje had ik al mijn ondergoed, mijn pyjamaatjes, mijn sportkleding. Dus dit is wel handig, want dit kon ik ook elke keer zo eruit halen. Dus deze 2 tassen, die legde ik altijd bovenop al mijn kleding. En dan ging dat gewoon heel makkelijk. Goed, in de eerste tas. Roller Deo van Nivea. Dit is een hele fijne gezichtsspray. Zit ook in mijn shoplog favorieten. Dit is een gezichtsmasker van Paula's Choice. Jullie weten dat ik eigenlijk Paula's Choice en Clinique bij elkaar gebruik. Deze doe ik bijna elke dag op. Die is echt fantastisch. Het is de Radiance Renewal Mask. Echt geweldig.
muggen ding, mosquito repellent. Dit is een nieuwe lijn van Clinique. Is ook echt heel, heel, heel fijn. Take the Day Off Makeup Remover. En die mix ik met de Take the Day Off Balm voor mijn gezicht. Doe ik ook bijna elke avond als ik make-up op heb gehad. Dit sowieso iedere avond, ook als ik geen make-up heb. Scheermesje, random tandpasta. Deze doekjes voor mijn gezicht. Als ik geen make-up op heb, doe ik ook dit eventjes. Ik heb altijd alcohol bij me, want smetvrees. En mijn dagcreme is op dit moment deze van Charlotte Tilbury, Magic Cream. En dit is een van Aesop body cleanser. Heb ik mee voor het geval in een hotel niet een fijne cleanser is. Dat andere tasje, daar zat in Starskin maskers. Dit is een hele fijne crème van Christian Lacroix. Ruikt echt super lekker. Een soort droog shampoo van Bumble & Bumble. Dit is de City Swept Finish. Heb ik van Floor gehad. Zonnebrand, maar ik gebruikte die van Lancaster. Die was net wat dikker. Elastiek. En allemaal monstertjes. Want ik dacht, oh, dat is handig. Dan hoef ik niet hele potten mee te nemen. Maar ik heb ze uiteindelijk niet echt gebruikt. Oordopjes, essentieel. 3 lippenstiften die ik ook niet echt heb gebruikt. En deze 2 muggenspray en After Sun. Dit is van Sisley, de Lip Twist. Lip Twist in welke kleur? Not sure. Dit is een hele mooie, gewoon een rode. Dan had ik dus deze koraal van Tom Ford. Die heb ik wel opgehad. En deze van Smashbox heb ik niet opgehad. Dit tweede tasje was misschien een beetje overbodig. Maar ik vond wel de gezichtsmaskers en eigenlijk het feit dat ik het überhaupt mee had, vond ik wel fijn. Dus die doe ik ook zo in mijn koffer. En dan kon ik ze elke keer eruit halen, heel makkelijk. Zo, bijna klaar. Oké, we zijn er bijna. Ik heb alleen nog een goede tip, vind ik zelf, voor het vliegtuig. Want dit neem ik al iets van 4 jaar mee. Dit tasje, daar zit dan echt alles in wat ik nodig zou kunnen hebben in het vliegtuig. En ik neem ook altijd een pyjama setje mee. Dan kleed ik me vaak om op het toilet. In dit geval is het echt een hele warme trui. Altijd met capuchon, want dan kan je een soort van je haar beschermen. En mijn eigen pyjama broek van de Hunkemuller lijn. En dit neem ik sowieso altijd mee. Dan hoef je ook niet helemaal warm gekleed al naar het vliegveld. Maar in dit tasje zit echt al 4 jaar lang alles wat ik nodig heb voor een vlucht. En het is veel, maar ik vind wel dat het heel handig is. Want als ik bijvoorbeeld 1 nacht weg moet, hoef ik alleen maar dit in en uit mijn tas te doen. En dan heb ik alles. Oké, wat het allemaal is. Smint voor onderweg. Monddingen. Colgate. Ik word onderbroken. Excuse me. Hiermee heb ik ooit, toen ik net wakker werd in het vliegtuig, dacht ik dat dit mijn mond was. Toen heb ik dit in mijn mond gedaan, een hele squirt. En het is dus face wash. Dit is face wash. Dit zijn blotting powders. Als je een olieige huid hebt, heel handig. Betadine, voor als ik iets moet ontsmetten. Dan heb ik een hele hoop gezichtscrampjes. Dit is Embryolisse. Dit is een maskertje wat ik wel eens opdoe in het vliegtuig. Dit is ook Embryolisse. Deze. Dit is dus een klein masker, Charlotte Tilbury. En dit is Sauties. Dit vind ik allemaal heel handig, want het zijn travel verpakkingen. Dus dit vind ik gewoon makkelijk. Altijd een nagelschaartje. Dan heb ik hier nog een handcreme van OPI. Natte tissues. Muggenspray voor als ik bijvoorbeeld verder ga en ik moet het snel hebben. Altijd een pincet. Dit zit erin. Hoe kan ik eigenlijk wegdoen? Dit is om nepwimpers aan te brengen, maar ik heb eigenlijk nooit nepwimpers op. Nog een handcreme. Een make-up verwijdering. Dit zijn diarreepillen die ik kreeg toen ik op Robinson die naar de wc kon. Dus heel veel TMI, maar dan weet je dat. Nog een oogreiniger. Dermalogica Proof Monster. De Magic Cream in het klein. Een meetlint. Geen idee waarom. Dit zakje. Daar zitten eigenlijk gewoon watjes, oordopjes, tampons, parfum. Alles wat je misschien nodig hebt voor een snelle vlucht. Dan een oogmasker met mijn eigen naam erop. Van OPI de nagelriemenolie. Een borsteltje. Tandpasta en een tandenborstel. Die ligt nu daar. Ik poets altijd mijn tanden als ik vlieg. En een spiegeltje. Het lijkt idioot veel, maar echt, ik zweer het je. Ik vind het zo handig. Ik heb altijd alles bij de hand. Als iemand iets nodig heeft, heb ik het altijd. En dit tasje gaat dus zo in mijn handtas. Als ik ga vliegen. Heel handig. Ik maakte even een rondje, maar volgens mij is dat het. Ik heb nog
één of nog twee vakjes in mijn koffer die ik jullie even laat zien. Dit is het technische vakje. Dit zijn mijn Celine oorbellen. Die had ik mee, heb ik uiteindelijk niet ingehad. Een stijltang. Een Remington Shine Therapy. Sleutels. Dit is mijn tandenborstel elektrisch. En ik heb altijd deze stekkers gewoon in mijn koffer standaard. Want je weet maar nooit waar ze andere stekkers hebben. Maar dat was dus hier niet. Dus hier kon ik gewoon alles normaal. En dit is mijn borstel van Rock & Roddle. En hierin, in dit vakje, doe ik mijn tas. Gewoon een random tas van het hotel. Met vuile was. Dat kan dan ook gewoon in één keer in mijn wasmachine. En mijn koffer zelf is een hele oude stoffenkoffer van Eastpak. En die is totaal niet glamorous of mooi. Maar super handig. Want er kan gewoon zo ontzettend veel in. Omdat die van stof is en heel erg meerekt. Ik heb ook wel van die mooiere koffers gehad. Die harde, met een harde ding. En ik wil nu wel een nieuwe set. Maar ik vind dit eigenlijk wel stiekem echt een hele fijne. Omdat die gewoon super, super rekbaar is. En zoals je ziet kan er gewoon best wel veel in. Dat was het. Dit is wat ik mee heb genomen voor 3 weken Bali. 7 hotels. Nul last gehad van, ik moet mijn koffer weer in en uitpakken. Dus voor mij heeft het heel goed gewerkt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Als je vragen hebt, stel ze hieronder. En ik zie jullie heel snel weer. Dikke kus uit Bali. Doei! I'm a tea drinking super motherfucker. Don't need the